Het officiële gedeelte werd geopend en afgesloten met zang van Merel Geerding. Tijdens de receptie, en dat deed hij ook al een dag eerder bij het concert van de KWOV, was burgemeester Bengevoort heel duidelijk over het streekziekenhuis. Ook het college zit niet stil. Wij zijn ook bijna dag en nacht, als je soms ziet op wat voor momenten wij naar elkaar appen, bezig voor Winterswijk. Omdat wij met elkaar ook vinden dat Winterswijk zich moet onderscheiden in de Oost-Achterhoek. Daarom, en daar gaan we het vanavond nog wel wat later over hebben, maar daarom blijven we ook strijden voor een volledig en volwaardig SKB. Daarom gaan we ook... When I call you in the morning, tell you everything's alright. I can't see into the future, don't see the danger in the night. When I hear the siren wailing, see the flashing of the light, I know that there is trouble, but there are battles yet to fight. I may not have all the answers, no, wouldn't have it any other way. De receptie was in de Jacobskerk en dat was niet voor niets. U hoort William Slotboom van Slotboom Steenhouwers over de restauratie van de Jacobstoren. Midden jaren 70 is mijn vader voor het eerst hier bij die toren geweest en... Begin jaren 90 heeft hij in Steiger gestaan voor een grote restauratie. En nu 30 jaar later staat hij weer in Steiger en dat is best wel uniek eigenlijk. Hadden jullie het niet goed gedaan dat het nu wel over moest of hoe zit dat? Nou, die vraag had ik wel een beetje verwacht. Nee, er zijn toen wel zaken blijven zitten, had ook te maken met geld. En die hebben we nu eigenlijk 30 jaar later alsnog verholpen. En het voegwerk is één keer in de 30 tot 40 jaar is dat wel nodig om te vervangen. Ook het dak van de Jacobstoren wordt gerestaureerd. Daar is zelfs een speciale actie voor opgezet. Zo meldde Anneke Stans van de protestantse gemeente Winterswijk. Wij zijn bezig met het dak. En zoals u heeft kunnen zien, op het moment dat de toren klaar was, konden we, en dat was een besparing, konden we gelijk met de stijgers de hoek om het zo maar uit te drukken. Voor de kerst is getracht om dat dakdeel klaar te krijgen met nieuwe leien. Zodat in de kerstvakantie, waarop men niet werkt, ook bij de leiendekkers niet. En dan daarna de stijgers naar de andere kant gaan, dus naar de pleinenzijde zal ik het maar noemen. En daar wordt dan ook het dak vervangen. En nou zijn jullie bezig met een hele bijzondere actie. Kun je daar wat over vertellen? Wil ik zelfs heel graag doen. Want ja, weet je, het is zo leuk, we hebben subsidie gekregen. Alleen, dat is de helft. En die andere helft van het dak, die willen we ook zo graag droog hebben. Dus hebben wij in samenwerk met de leidekkers hebben we een actie bedacht. Dat wij hopen dat dat een succes mag worden. Voor €5 kan iedereen een lei aanschaffen. Die krijgt hij dan niet, maar... Dan mag je een briefje bij doen wat je achterop die lei geschreven wil hebben. Dan de samenwerking over de grens. Burgemeester Bengevoort had daarvoor zijn collega van Zuidloon-Euding uitgenodigd, Christian Vedder. Maar ik geloof dat die grote politiek in Brussel zeker wichtig is. Nur wir vor Ort machen doch viel. Joris hat es angesprochen, Brandwehr. Wir arbeiten zusammen über die Grenze. Kotten liegt näher an Öding als die Brandwehr in Winterswijk mit ihrer Station. Und so haben wir einen Vertrag gemacht, dass wir uns gegenseitig helfen. Das sieht kaum einer, aber wenn es einmal brennt, dann sind wir da. Wir haben auch einen guten Austausch mit der Brandwehr in Winterswijk und den Feuerwehrleuten aus Öding. Das ist etwas Gutes für die Sicherheit, etwas Gutes, wo man erstmal keine Rechte hat, aber ein Vertrag geht immer und dann arbeiten wir gut zusammen. Auch jetzt mit den Grenzhoppers. Ja, sehr gut. Grenzhoppers machen viele kleine Projekte, People to People, um eben zu sehen, das muss bei den Menschen ankommen. Brüssel ist weit weg
Und bei den Menschen müssen wir, glaube ich, in dieser Zeit ganz besonders sagen, zusammen geht es besser. En tenslotte, het kan niet missen, voor de 22e keer de 100% Winterswijk-trofee werd uitgereikt door juryvoorzitter Marlies Jondersma. Ja, de 22e keer alweer dat we de 100% Winterswijk-trofee uit gaan reiken. Het was niet moeilijk dit jaar. De koffie wordt in heel Nederland geschonken en ook daarbuiten. Hesseling Koffie. Want Marlies, vertel eens, ja. Waarom Hesseling? Het is echt een heel Winterswijks bedrijf, bestaat al bijna dit jaar 135 jaar, hofleverancier. De koffie wordt overal geschonken, Nederland, België, Duitsland. Je komt het overal tegen, een goede ambassadeur voor onze gemeente. En lopen ook enorm voorop als het gaat om duurzaamheid. Het nieuwe gebouw, Gerrit geeft er heel graag lezingen over. Hun hele productieproces. Ik denk echt een voorbeeld voor alle ondernemers. Hesseling Koffie. Trouble, and you need some love and care, and nothing, oh, nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night.